De 5. Je punt weer. 20 seconden. Zometeen van onderuit de bocht omhoog. Sander, dan ga je voor de eerste keer voelen. Ai, hier moet ik dadelijk overheen finishen. Gaat pijn doen. Gaat pijn doen. Of je gaat voelen, er zit wat in de benen voor die eindsprint. Dus degene die dat niet voelt, die zal nog een keer gaan aanvallen in de laatste ronde. De Maar kennelijk met goede benen uit Brazilië gekomen. Zoals gezegd, daar dus de Pan Am kampioenschappen gereden. Ik sprak er vanochtend even bij het ontbijt, het NH Hotel in Maastricht. Hij zei, ik vond het op zich wel aardig en het is altijd een mooie wedstrijd. Afvalkoers, dus ben je goed, doe je mee. En hij ging ervoor. Het was een goede opstart van hem vanochtend. En goed is hij. En Brut blijft zo'n linkerman in dat kopgroepje. Doet geen werk meer. Heeft de hele dag al hard gewerkt. Maar heeft zoveel power in de benen. En je weet nu niet of hij meer nog heeft of niet. Ja, de koplopers, de overige kopgroep medelen, renners, die accepteren dat hij in het wiel blijft zitten. Die jongen rijdt al ongeveer 160 kilometer vooruit inmiddels. En stel je voor dat hij dan toch nog wat in zijn kuit heeft zitten en dadelijk een aanval plaatst. En wie gaat hem dan inhalen en wie gaat hem terughalen? Het kon nog wel eens een mooi spel worden. Ruig en De Gent doen nog altijd mee voor Vacansoleil in de vierde en zesde positie. Jelte Slachter daar dus ook bij van de Rabobank formatie. Terug bij de kopgroep. 25 seconden, de laatste tijdmeting van de jury. Loopt dus weer iets op en we gaan zo dadelijk weer voorbij start-finish komen voor de laatste 6 kilometer. Hier het water langs de plassen in IJsden. Hier in het centrumpje over de kinderkopjes, de kasseitjes van IJsden. Die dorpje zo beroemd hebben gemaakt met dat beschermd dorpsgezicht. Dorpje van Dagboek van een Herdershond van jaren geleden. Nu dorpje van de voorlaatste ronde in de 39e editie van de Volta Limburg Classic. Ze komen weer over start-finish in de laatste meters. Hier de achtervolgers. Zijn ze geklopt of niet? Colbrelli denkt, nee, ik ga er nog een keer voor. Dat is de man die vooraan zit. In vierde positie, Rob Ruig. Thomas De Gent is er ook. En de kopmannen, de heren vooraan, zijn over start-finish. Dit is het tijdsverschil. Gaan eens tellen. 11, 12. We zitten al aan de 15 seconden. Wilt die zak dicht houden? Gaat niet voor Mark de Maren die kopgroep. 20 seconden. Hier komen de mannen. 25 seconden. Dat is het verschil tussen de kop en de achtervolgers. Zou je gelijk hebben, Aart? Zou het dat toch nog kunnen? De mannen vooraan. Gaan ze het nog redden? 25 seconden. Maar hij denkt, jongen, doe nou eens mee. Zegt Sjorren tegen de Rus. Die Rus zegt, ik ben 30 jaar. Ik heb al in dorpkop gereden. Doe jij het maar. Ja, misschien zegt hij wel van, jongen, ik heb een abonnement op plek 5 genomen, dus ik blijf hier rustig zitten. Maar hij is er niet gerust op. Dat is het Duitse. Ja, het is toch een discussie. En ze vertrouwen hem niet, hè? Ze vertrouwen deze man niet. Misschien komt er nog een jump van Pavel Broet. En hoe is het met Geschke? De rapste, Sjorren, rappe jongen. Pieter Serri is ook wel een rappe vent, vooral wel bergop. Vorig jaar nog derde in de verkiezing van de Flandriën. Dat is de verkiezing van de jonge Flandriën, de aanstormende talenten in België. Is het spannend. We zitten in de straten van IJsden. De laatste 5 kilometer.
24 seconden. Laatste gemeten tussentijd van de jury. Dat moet wel goed komen. Dat moet wel goed komen voor de kopgroep althans. En dan rij je daar rond en dan denk je van wat zal ik doen? Zal ik aanvallen? Zal ik op plaats aanvallen? Zal ik iets eerder gaan? Kan ik iedereen hebben in de sprint? Het zijn allemaal vraagtekens. Hartslag gaat ook omhoog nu. Ja. De gedachte aan mogelijke overwinning. Brut blijft maar omkeren. Hij zal toch nog wel één keer gaan aanvallen dadelijk. Dat kan niet anders. Misschien wacht hij tot op het keerpunt. Langs het water en één keer weggaan. Want dan is het nog lang als je alleen moet rijden. De laatste kilometers. Want je blijft voortdurend hier in het zicht van je medegenoten. Wat een ongemeen spannende finale. Laatste kilometers in deze 39e editie van de Volta Limburg Classic. Het is die vijf koplopers die nu al toch al een hele tijd samen rijden. Wegsprongen op de voorlaatste beklimming van de dag. En voorop leven we hier Bellemakers. Hij dus geklopt, de man van de landbouwkrediet. Derde groep in koers. Ja. Die nu langskomt. We gaan de wedstrijd ook uitdraaien. We moeten nog een ronde. Krijgen ook de bel. 6 kilometer nog te varen. Laatste ronde. Maar wij kijken naar deze mannen. Dit beeld kan wat vertekenen. 20 seconden, het verschil 15 seconden geeft nu ook jurylid Mirjam van Esch aan. De hoofdjury uit Stijn. 15 seconden. Het is dus nog altijd mogelijk voor de mannen erachter. Het is nog niet helemaal gespeeld. Oost-Maland binnen, bijna aan het keerpunt. Dat is voor je gevoel wel een lekker punt. Vanaf dat moment is doorrijden richting finish. Als je daar voorbij bent, Geschke, De Maar, Serri, Schorn. En natuurlijk altijd in laatste positie, Katusha met Pavel Broet. De grote plaat. Altijd een tand groter rijden dan de rest. Hij zal denken, de benen doen toch zeer, het maakt allemaal niet uit. Zal hij ook denken, pompen, langzaam pompen, op scherp staan en in één keer gaan dadelijk? Ja, ik neem aan dat hij gaat, want hij weet dat hij kansloos is in de sprint volgens mij. Dus hij wacht het juiste moment af. Hoe dichter ze bijkomen van het peloton, ik denk dat hij op dat moment wacht om te gaan. Aan het einde van die weg, dat zou een punt kunnen zijn om te gaan. Zoals vorig jaar Johannes Vreulingen dat deed. Toen nog namens Skill Shimano. Hier een uitvalspoging bij een man van landbouwkrediet. Is het Delfos? Of is het misschien wel Honig? Daar lijkt hij me wat groot voor. Wordt goud teruggehaald door Rob Ruig. Hier zijn ze aan dat laatste punt. Dan krijg je de wind in de rug. Het zou een lekker punt kunnen zijn. Ja, de grote plaat van Pavel. Let op Broet. Niemand die hem ziet. Als hij een moment wil, dan moet hij het nu gaan doen. Het verschil. Ze komen dicht. Oeh, het is toch ver. Uitvalsboging. Ruig moet het gaan counteren. Doet het niet. Hier zit wel wat achter hoor. Van Joop Piels. Ik denk dat het toch weer maar wat Lammertink is. Ik probeer het. Eerder gelost uit de kopgroep. En dan nu in de aanval. Laat maar denken of het Oostlander zou nog kunnen. Laten we nog zien. Ja, ze zaten nog met z'n tweeën mee. Deze vijf zijn we nog in ieder geval. 10 seconden is het verschil volgens de jury. Nog 10 seconden. Hier Thomas de Gent, de laatste positie. Die kan zijn ploegmaten niet meer naar de kop van de wedstrijd brengen. Die is klaar. Ruig moet het dus alleen opknappen namens de vakantse leiploeg. Dan zitten die Nederlandse ploegen, Rabo en vakantse leid, toch niet goed mee. En dan moeten ze hopen dat het hier stil gaat vallen, maar daar lijkt het voorlopig niet op. En ze gaan met z'n vijven, nog altijd. Daar is de kerktoren daarachter. Het richtpunt voor deze mannen. Een kleine 2 kilometer en dan nog altijd draaien ze in de kopgroep. Hè? Dat wil toch zeggen dat ze eigenlijk alle vier wel die sprint aan willen gaan. Nou, Brut laat een klein gaatje, maar daar is hij weer. Blijft in vijfde positie. Die moet nu toch wel langzaam willen gaan.
Laatste kilometer gaat in voor het vijftal. Het is ongemeen spannend. Het gaat toch een sprint met z'n vijven worden. En zou Geschke, de Duitser, het dan laten zien voor One Team Ferrari, de laatste dag dat die ploeg die naam draagt. Vanaf morgen dus Team Argo Shimano. Heeft Brut nog een klein kunstje in gedachten? Kan die nog wat? Hoe zit het met de Pan-Amerikaanse benen van Mark de Maar? De Maar is begonnen met het goede wiel te zoeken. Heeft zich in het wiel van Geschke gezet. Slim is, blijft hij er ook in zitten vanaf nu. 12 seconden. Het zou voldoende moeten zijn. We zitten in de kinderkopjes. We zitten in het centrum van IJsden. Daar gaat Brut. Ja, ja hoor, daar gaat Pavel Brut. En wie gaat hem halen? Sjorn doet het niet. Geschke moet dan nu al aangaan. Dat gaat hem kracht kosten. Kijk, die Pavel Brut, 30 jaar. Vorig jaar etappe gewonnen en sterk in de ronde voor Romandie. Hele dag alleen op kop gereden. Niets meer gedaan in de laatste meters. Gaat Pavel Brut hier dan een ongelooflijk kunststukje uithalen of niet? Komt hij hoor. Pavel Brut, wie gaat hem nog halen? Geschke, die gaat er als een gek achteraan. En ze gaan hem nog pakken. Ik zou bijna zeggen, misschien wel gerechtigheid. Aan de andere kant, de Rus heeft zoveel werk verricht. Is het Brut of Geschke? Daar komt Brut. Dat is Pavel Brut voor Geschke. En Sjorn in de derde positie. Pieter Serri wordt 4, De Maar wordt 5. En dan is het nummer 6, de sprint van het peloton, geworden voor Rüdiger Seelig. Pavel Brut. Pavel Brut. Ongelooflijk. Hier is de Rus. Ongelooflijk. De Russisch kampioen. Nou ja. Wat een truc, hè? Je hoort wel eens van een uitdrukking van niet gestolen, maar dit is dus niet gestolen. Wat een koers. Incredibile. Incredibile wordt gezegd in het Italiaans. Congratulations. I take your bike, we go in. Dat is een mooie naam hoor, een mooie winnaar op deze erelijst. Dat is wel een koers van de talenten, maar laat ook nog eens een oude rot in het vak die al zoveel heeft gewonnen. De Russisch kampioen van Katusha deze wedstrijd winnen. Let op, niemand ziet het. De Maar wordt verrast. Ja, een geweldige aanval, net voor de bocht. En met power, hè? Wat een power. Je zag ook de sprint. De grote plaat niet meer terugschakelen. En nu begrijpen we nog een keer de reactie van Daniel Sjorn. Een kilometer of vijf geleden doe je nog mee. En die Rus zegt, nee, ik kan niemand meedoen. En prompt schiet hij weg. En verslaat hij iedereen. De sluwe vos uit Rusland. Die deze etappe weet te winnen. Die deze koers weet te winnen. Dat is een mooie zegen voor hem. Onze en in de sprint wil Geschke wel nog dichtbij komen. Het niet veel langer meer duren. Komt nog een klein beetje naast met zijn voorwiel, maar Het is een hele duidelijke zegen. En Daniel Sjorn op de derde plaats. En kijk die vuistslag op het stuur bij Simon Geschke. Heeft die Russen het toch geflikt? Ja, nou zeker. Kijk, Geschke moet gewoon eerder reageren. Je ziet hem voor de bocht al aangaan. Je ziet dat de voorste renner niet reageert. Als je dan toch weet dat je een van de rapste bent, dan mag je absoluut geen verschillen meer laten maken in die laatste 250 meter. Dan moet je erop springen en dan zit je maar in het wiel. Maar hem eerst meters voorsprong gunnen. Ik zie de reactie van Sjorn. Ja. Zegt potverdomme. Ja. Wat ben je toch een vuilak? Dat zegt hij eigenlijk. Ja. Excusez-le mot. Maar het is ook slim. Hij heeft de hele dag ervoor gevochten. De hele dag heeft hij op kop gereden. Totdat de rest erbij kwam. En toen kon hij niet meer. Toen heeft hij zich gespaard voor de finale. Wachten en hopen dat het goed komt. En geaccepteerd, hè? In de laatste meters gaan. Ja, geaccepteerd wachten. De rest van de kopgroep dacht van die is gezien voor de kansen voor de overwinning. Die rijdt nog mee voor plek 5. En dan toch de overwinning pakken.